Jongens, welkom bij een nieuwe preview hier op Gamerset.nl. Mocht je dit via YouTube kijken, druk alvast op die like. Hiernaast me zit Lennar. Yes, en naast mij zit Peter. Ja, we gaan het hebben over de hype op dit moment op het interwebs. En dat is natuurlijk PlayerUnknown's Battlegrounds. Battlegrounds. Oftewel PUBG voor vrienden. PUBG. Luister, ik ben iemand die nogal visionaristisch is als het gaat om hypes. Ik doe alleen maar goede games hypen. Ja? Dus Overwatch ben ik overheen gegaan. En League, die heb ik ook niet gespeeld. Maar ik ben helemaal loesoe met PUBG. Ja, en dat is eigenlijk apart, omdat eigenlijk alle drie de games niet echt een verhaal hebben. Nee. Terwijl dat wel voor gamers een belangrijk onderdeel is. Ja. Wat PUBG daadwerkelijk zo gehyped maakt, dat is denk ik de spanning die erin zit. Het is bizar spannend. Het is echt, maar het is niet eng. Weet je, er zitten geen zombies in. Nee. Leg even heel kort uit wat het is. Nou, PUBG is een battle royale game. En dat is een genre dat het laatste jaar wat meer gehyped is, dankzij de Arma mod DayZ en H1Z1 King of the Kill. Dat zijn ook allebei battle royale games. Je hebt nou Island of the Nine die eraan komt, ook een nieuwe battle royale game. PUBG valt ook onder dat genre. Je wordt met 100 man op een verlaten eiland gedropt. En je doel is niet zoveel mogelijk kills krijgen, maar zo lang mogelijk blijven overleven. Dus zorgen dat jij de laatste bent die in leven is. Dat klinkt heel simpel, maar dat is het totaal niet. Nee, want er zijn 99 andere mensen die dat ook allemaal willen. En a bitch ain't one. Bam. En wat je doet, je komt dus in de map en je hebt dan ook geen wapens. Dus het eerste wat je doet is op zoek in huisjes naar verschillende wapens, maar ook naar verschillende gear, medpacks, lichaamsbepansering die echt helpt. Ja. En verschillende mods voor je guns. En ja, dan ben je eigenlijk in het begin een beetje vogelvrij natuurlijk. Nou ja, het is natuurlijk, het heeft heel veel met tactiek te maken, want je moet op zoek naar plaatsen waar niet te veel andere tegenspelers zijn. Omdat anders de kans is dat je in de eerste 5 minuten al kapot geschoten wordt. Als jij alleen een pistooltje hebt en die andere heeft al een aanvalsgeweer. Ja. Dan ga je het niet redden. Dus je moet op zoek naar plaatsen waar niet te veel andere tegenspelers zijn. Maar waar je wel voldoende loot kan vinden om de game fatsoenlijk door te kunnen komen. Ja, dus als je met het vliegtuig over het eiland vliegt, dan moet je ook al voor jezelf gaan beslissen. Ik ga natuurlijk niet naar de grootste dorp. Ik ga wel naar waar huisjes zijn. Maar, en dan moet je ook maar een beetje geluk hebben dat daar niet 3 andere parachutes landen. Ja. Nou ja, je kan om je heen kijken, dus je ziet wel waar de andere spelers heen gaan. En aan de hand daarvan kan je bepalen van oké, ik ga wel daarheen. Of ik zie dat er andere mensen ook die kant op gaan. Dus ik shift een beetje naar links of rechts en ik ga naar een ander dorpje toe. Ja, oké, dat is duidelijk. Dat hebben we. Het is dus super spannend. En volgens mij is die spanning ook heeft deels te maken met de audio van de game. Ja, want audio is echt heel belangrijk. Zorg dat als je PUBG gaat spelen, dat je een goede headset hebt. Dat je kan bepalen waar het geluid vandaan komt. Want je hoort tegenspelers namelijk. Het is heel erg audio gericht. Als je door de bossen loopt, dan hoor je om je heen tegenspelers, hoor je voetstappen als ze in de buurt zijn. Als je in een huis zit, dan kan het zijn dat je een deur open en dicht hoort gaan en dat je voetstappen in het huis hoort. Dan weet je, oh shit, er is iemand in de buurt. Ik moet nou even op gaan passen. Maar dat werkt dus ook andersom. Ja. Andere spelers kunnen jou ook horen. Ja, en bijvoorbeeld, er zitten ook voertuigen in het spel. Buggies, autootjes, boten. Maar ja, gebruik je die of gebruik je die niet? Want ja, die maken fucking veel herrie. Ja, dat inderdaad. Dat heeft voordelen en nadelen. Want er zit een cirkel in het spel die steeds kleiner wordt. Dat is het speelvlak waar je binnen moet blijven. Daarbuiten loop je schade op. Voertuigen kunnen handig zijn om snel eventjes naar de cirkel te gaan. Maar ja, het nadeel is dus wel, je wordt ontzettend goed gehoord in voertuigen. Ja, ik had zo'n vet moment in de game. Ik zat in een huis, ik hoorde een voertuig aankomen rijden, stapte een guide, ik hoorde de voordeur, ik ga voor de voordeur leren, ik schiet hem. Ik schiet hem niet genoeg. Hij vlucht naar zolder, ik vlucht naar de keuken. En vervolgens 2 minuten lang hoor ik hem boven me stommelen op de bovenverdieping. En ik zit zo, ik had ook ondertussen een rookgranaat gegooid, heel het huis stond blank van de rook, zo in mijn woning. En ik lig zo voor de keuken te wachten dat hij weer binnenkomt. 2 minuten later hoor ik hem naar beneden lopen, hoor ik hem in de auto stappen en wegrijden. Dat soort shit is toch vet? Ja, klopt. Maar dat is ook een beetje de charme van het spel. Want het is eigenlijk het enige spel ter wereld waarbij je wordt gedwongen om te campen. Waarbij het gewoon geaccepteerd is om te campen. Omdat dat is onderdeel van de tactiek. En om te vluchten. Ja, inderdaad. Want soms dan is je health wat lager. En dan denk je van, ja, ik kan al beter het hazenpad kiezen. En ergens een medkit gaan vinden of energy drinks. En eventjes wat op krachten komen. Ja. En dan pas kan ik andere bijhouden. Want het draait niet om de kills. Het draait hoe hoog je eindigt in de top 100. Zijn record is derde. Tweede. Nice. En mijn record is vierde. En dat is zo kicken, jongen, als dat lukt. Als je in je uppie speelt, dan heb je ook veel meer. Als ik in mijn uppie speel, ben ik echt veel meer pussy dan in een groep. Ja. Dus in mijn uppie ga ik ook echt over de grond kruipen. Weet je? En dat is best wel een goede tactiek. Ja. Want als soms zie je iemand langs lopen, dan pam. En als je met z'n vieren bent, dan ga je natuurlijk veel strategisch. Je had een hele vette game laatst.
Ik had een hele vette game. Ik was met drie totale vreemdelingen was ik aan het spelen. Op een gegeven moment ontdekten we dat iedereen een microfoon had. Dus gingen we gewoon een beetje gezellig ouwe hoeren. En we hadden een dorpje gevonden dat midden in de cirkel lag. Dus we zaten goed gepositioneerd. En er waren vier huizen. Iedereen van ons zat in een huis op een verschillend deel van de map gericht. We hadden alle kanten hadden we bezet. En als er dan een vijand aankwam of we zagen een groepje in de verte, dan ging er één iemand naar het huis dat op die richting stond. En de andere twee die bleven de andere flanken in de gaten houden. En die twee die keken of we ze konden aanvallen of niet. Ja, en zo kun je dus echt bazen in het spel. Als je met een groepje bent en dus die strategieën veranderen. De game is al in early access, dat is ook wel te merken. Ja, inderdaad. Je merkt veel frames drops. Af en toe heb je wel wat network connection problemen. Maar het is ook nog niet heel erg mooi. Ze hebben screenshots gereleased waarvan ik denk, ja, sorry hoor. Maar ik weet niet welk systeem jullie dat draaien, maar dat is absoluut niet representatief voor de game. Inderdaad. De gameplay die we nu laten zien is zo zelf-recaptured. Ja. Dat is hoe de game eruit ziet. Is niet schitterend, maar de game is ook nog niet af. Kost ook nog maar €30. Ja, inderdaad. Het voordeel is wel, het wordt continu geüpdate. Ja. Er komen patches uit die vooral de gameprestatie beïnvloeden, positief. Niet veel nieuwe wapens en voertuigen. Onlangs is de motor erbij gekomen en een nieuwe sniper. Okay. Dat is eigenlijk het enige. Nieuwe maps zijn volgens mij nog niet in de works, maar komen er wel aan. Ja, maar die ene map is al zo vet, het is al zo groot. Het is echt immens groot. Ja, echt super vet. En dan wil ik nog één ding vertellen. Als je wint, dan als je het derde of tweede, of afhankelijk van hoeveel je wordt, in de top 100 krijg je meer punten. En die punten kun je nieuwe kleren verkopen, geen nieuwe wapens. Je begint altijd zonder wapens en geen OP, andere voordeeltjes hebben eraan. Ja. Dat wilde ik nog even kwijt. Hij moet uiteindelijk ook verschijnen op consoles, is volgens mij de bedoeling. Ik heb gehoord sowieso PlayStation 4 en ik neem aan Xbox One ook wel. Maar goed, dat is nog heel ver weg, want hij is nog in Early Access. We gaan het volgen en wil je meer weten over deze game? Lennart heeft een preview geschreven. Ik heb een What Is opgenomen. En check ook op maandagavond de streams Gamersnet. Of nee, twitch.tv/gamersnet, dan stream ik en ik stream deze game nu heel erg vaak. Het is het nieuwe Battlefront, totdat je er moe van wordt. Ja, het is namelijk inderdaad. Supervet. En mocht je nou aan de hand van deze video preview of de geschreven preview of de wat is ook ermee willen gaan beginnen, op de Gamersnet komt ook nog een tips guide voor beginnende spelers, dus lees die ook vooral. Ja. Dan doe je zoveel voordeel mee. Nou, dan hebben wij onze kliks voor deze maand. Winnen met deze game. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer met de nieuwe previews hier op Gamersnet.nl. En heel erg binnenkort komt de E3. Hè. Nog een paar nachtjes slapen, dan gaan we naar Los Angeles. Check dan ook heel vaak Gamersnet voor vlogs. En heel veel coverage vanuit Los Angeles, de grootste gamers in de wereld. Dankjewel, Lennart. En bedankt voor het kijken. Graag gedaan.